geschreven, meneer De Lange. Het is een in memoriam gedicht voor Geert Lubbehuizen, de oprichter van deze uitgeverij. Meneer De Lange is een van de namen waaronder Geert tijdens de oorlog zich verschool. Gestorven vriend, hoe wek ik je in woorden? Een leven vol schroom en angst voor een arm om je schouders. Je weet maar nooit met zo'n arm, leerde de oorlog, zonder vlees op de duur, een en al bot. Uit je woorden kwam je niet meer toen ik je zag voor het laatst, maar je sprak met je gezicht. Ga maar even bij hem liggen, zei je vrouw. En naast je in bed sloeg ik hulpeloos mijn armen om je grote levende lijf, dat nog van geen sterven wist. Een afscheid dat ik nooit heb kunnen nemen. Geert is ondergedoken. Denk maar niet dat hij dood is. Zo'n bericht in de krant zegt niets. Hij heeft waarschijnlijk iets uitgehaald dat het nachtlicht, het spooklicht van de bezetter, niet verdragen kan. Hij leeft met valse papieren in de dood en wacht op het gunstige moment van zijn verrijzenis. Daar zijn meer gevallen van bekend. Het wachten moe, tijd mocht nooit verloren gaan, beende je door de sneeuwjacht gehaast op weg naar huis. Ik keek je na tot de sneeuw met gezicht benam. Ik kreeg gelijk, voor mij kwam er toch nog een bus. Ik dacht wat tijd te winnen. Nu weet ik beter en huil om je als om een vader. Op Lontar, Geert, was een man zo lang als jij, die onder een kanarieboom het lot voorspelde. Omringd door heden en verleden, op dat eiland in de Bandazee, zat bij zonsondergang de bevolking saamgehurkt onder de oude heilige boom die stond op de hoogste plek en de zee overzag. Ik was erbij en ook jij, nauwelijks heen gegaan, nog vers in mijn gedachten, toen de wijze man met een kippenbordje de grond omwoelde en de goden deed spreken. Het zat goed, wisten de goden. Alles bleef leven, ook jij, in de eeuwigheid die nooit begon en nooit ophield. Verdriet was niet nodig, was de boodschap in de snel vallende nacht.